Rijns om zijn man heen. Schot weer geblokt. Oh, schiet weg dan. No, keepertje Giesbers heeft daar de bal. What up kijkers, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van de FC 24 Ajax Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren. En in de vorige aflevering liet ik jullie namen achterlaten van jullie zelf om in de selectie te komen als jeugdspeler. De eerste is gekozen, dat is hier Nick van Brugge, linksbuiten. Ik heb nog een keeper trouwens, die ben ik even vergeten. En het tweede talent als keeper is geworden Sen Giesbers. Dat zijn de eerste twee kijkers die ik dus als talent heb kunnen toevoegen. Nick van Brugge en Sen Giesbers hier. Nick van Brugge is de linksbuiten, Sen Giesbers de doelman. En de rest ga ik dus doen als ik meer talent heb kunnen laten doorstromen. We hebben nog wel een jeugdspits, maar die is op huurbasis op het moment aan het spelen bij Fleetwood Town en kan ik daarom niet bewerken. Man groeit wel als kool. Hij heeft al plus 6, terwijl hij pas net weg is, dus dat is echt insane. Ik ben benieuwd hoe hoog die gaat worden. En die gaan we volgend seizoen zeker wel in actie zien. Verder op het schema zien we interessante wedstrijden. De beker natuurlijk tegen PSV. En we zien Europese wedstrijden tegen onder andere Leverkusen. We zien Twente, Vitesse. Ja, we gaan wel even kijken wat we allemaal gaan spelen en wat niet. Voor nu gaan we gewoon door simuleren. Klik op het duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we gauw door naar de eerste wedstrijd. Die eerste wedstrijd, dat is RKC. Die ga ik wel simuleren. En ik zal wat dingen moeten aanpassen door schorsingen, blessures. Roberto hier gaat eraf voor Rensch. Hato gaat eraf voor Kaplan. Rosario. Even kijken. Moet Vos maar even gaan doen. Die is niet helemaal fit, maar ik heb niks anders. En dat is het eigenlijk wel. Hiermee ga ik gewoon simuleren tegen RKC. Dit is de opstelling. Ze zeggen, zet het even op pauze en lees het als je dat wil. Snel simuleren levert een 0-2 overwinning op. Almada, de doelpuntenmaker. En Rensch. Kijk, prima invalbeurtje voor hem. Feyenoord komt daarna met een bot op Sosa. Dat gaan we afwijzen. En dan nu de bekerwedstrijd tegen PSV. En hier wil ik eigenlijk ook de kijkerjeugdtalentjes al laten invallen. Wordt wel een risicootje met de doelman, maar we gaan ons best doen. Want we gaan dus spelen met een 57 rated keeper. Dat is echt niet best eigenlijk. Het wordt een heel zwaar risicootje. Somerville gaat eraf voor Van Brugge. En dan hebben we de kijkertalenten in ieder geval staan. Verder Rijkhoff mee op het bankje in plaats van Weghorst. Fitzjim op de plek van Taylor. Roberto ga ik verdedigen het middenveld zetten, want Rosario is echt veel te moe. En Vos is ook nog niet helemaal fit. Rosario gaat banken. Rensch gaat daar op de rechtsback staan. Unuvar op de campositie in plaats van Almada. Almada wel mee op het bankje, denk ik, in plaats van Traoré. Eigenlijk, ja, een beetje lullig, moet ik Gods nog wel even starten boven Van Brugge. Gods komt ook uit de Ajax jeugd. Dus dat vind ik nog steeds stellen als jeugdspelertje. Die ga ik starten. Van Brugge ga ik wel proberen in te laten vallen. Maar ja, we doen Sosa op de plek van Meijer. En dan kunnen we Veldman nog spelen op de plek van Soetalo. Heeft hij ook even rust. Kaplan is te vermoeid, dus Hato gaat gewoon op links centraal spelen. En dan is dit hier de opstelling tegen PSV. Ik moet nog wel rechtsbuiten meenemen, zo te zien. Al is Traoré wel wat vermoeid eigenlijk. Dus misschien moet ik gewoon proberen met Almada of zo op die vleugel te gaan staan. Moeten we even kijken. Ik denk dat ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval hiermee starten. En laten we hopen op een goed resultaat. What an exciting cup run they have had so far. Now the semi-final beckons. They're only one win away from the final. Drama guaranteed, and it's live coming up next on EA TV. Nou, daar gaan we. Wij mogen aftrappen tegen PSV. We zijn begonnen. PSV, wat de eerste kans wil gaan opzetten, Til hier op de vleugel. Rensch zat ertussen, verliest ook bal. Daar komt PSV, schot geblokt. Dan moeten we dit uitverdedigen. Doen we in eerste instantie niet echt lekker. Rensch om zijn man heen. Schot weer geblokt. Oh, schiet weg dan. No, keepertje Giesbers heeft daar de bal. Oké, Rensch op de vleugel mee. Brobby staat daar in één keer stil. Dat is jammer. Oh, dit is misschien wel een kansje. Schot? Nee. Oh, dat is goed. Gekopt daar van Gods. Die hier opeens alle ruimte heeft. Gods met snelheid door. Gaan we zelf schieten anders. Oh, redding. Ja, reboundje. Dat is echt een geluksgoal.
En zo is het Naci Unuvar met de 1-0. Wat een lucky goaltje. Jongen. Het was een counter. Het was een sprint van gods die dat goed doet. Tegen de doelman stuit en dan Unuvar met het inschieten. 1-0. En zo staan de talenten van Ajax voor tegen PSV in de halve finale van deze beker. PSV goed aan het combineren. Daar zit Rens tussen. Dan kan Ziyech gaan hier. Ziyech met best wel wat ruimte. Verdediging sluit hem niet in. Nu komen ze wel op me af. Meegeven daar naar Brobbey. Dat lukt. Brobbey langs zijn man. Uithalen op de doelman. Uh-oh. Ik kopte een voorzet weg, maar PSV blijft nog druk zetten. Daar is een schot van afstand in de handen van Giesbers. Weer PSV hier met druk. Ik mis mijn tackle, dat is niet best. Oh, dat is ook niet best gespeeld van PSV, maar wij kunnen echt niet. Ik ben een zeug in uitverdedigen, dat blijkt maar weer. Hoekschop hier. Ze gaan hem kort nemen zo te zien, want hij staat er direct bij. Ja, kort genomen. Voorzet geblokt. Ah, bouwt die bal. Het zou ik eens niet. Kopt het weg. Juist. Mamma mia. Ik kom er niet uit. Schot van afstand. Dat is geen probleem. Oh. Geklungel hier van PSV. Is Brobbey hier? Oh, wat een gelukje weer. Oh, dit is een schande dat we op deze manier scoren. Maar hey, ik neem elk goaltje mee wat ik mee kan nemen. Gods. Met een intikkertje. Nadat die bal in de kluts opeens in zijn voeten belandt. Wauw. Twee beetje debiele goaltjes. Kijk dan. En opeens is het gods open goal voor het inschieten. Ja, als je dat mist, dan moet je gewoon terug naar de amateurvelden. 2-0 hier door Mika Gods. Nou. Vrije trap voor PSV. Nou, ik geloof een hensballetje. Eens kijken wat ze gaan doen. Voorzetje komt. We koppen weg. Prima. En dan is hier... Oh, PSV nog steeds een aanval. Gelukkig zitten we daartussen het schot. En dan kan de scheids fluiten voor rust. Doet hij ook. En gaan we met een 2-0 voorsprong de tweede helft in. Ik vind het helemaal prima. PSV weer een aanval. Lozano komt er langs. Giesbers heeft een goede eerste wedstrijd. Laat me eerlijk zijn. Voor zo'n lage keeper heeft hij wel de balletjes vast. Oh, goede bal van Fitz. Jim naar Gods. Gods, die is snel. Gods moet hem afleggen. Ah, geen goede bal. Verovert hem ook net niet. Oh, Sosa zit mis. Voorzetje PSV. Koppel. Oh, en dat heeft de doelman dan niet. Ai. Opeens PSV met een doelpuntje uit de voorzet. Jammer dat hij er niet vast had. Hij zat eraan, maar hij stuitte alsnog het netje. En PSV terug in de wedstrijd. 1 doelpunt verschil. Stand 2-1. Oh, gods. Heel veel ruimte hier. Die gaat er gauw langs. Geplaatst schotje. Oei. Hier is onze eerste wissel. Ziyech gaat eraf. Is vermoeid. Almada komt hem vervangen. Almada. Eens kijken. Kan je meegeven? Daar is gods. Moet uithalen. Doet dat ook. Paul. Wat een pech. Fitz, Jim, Roberto, powershotten maar. Oeh, niet slecht. Twee wissels aan mijn kant. Gods gaat eraf voor Van Brugge. En Brobbey gaat eraf voor Rijkoff. Unuvar naar Almada. Almada, hou die bal vast, jongen. Goed. Goed gecombineerd hier. Almada is langs. Almada kan schieten en Almada zet het op slot. 3-1 in de extra tijd. En dan is de overwinning wel binnen. Gaan we naar de volgende ronde. Gaan we door naar de finale. Want dit is de halve finale. Dit is tegen PSV. En Almada beslist het voor ons. Oh, werd nog even spannend. Maar de spanning is nu al voorbij. Overwinning in de pocket. En dan kan de scheids hierna gaan affluiten. Lekker Almada. Prima goaltje. Prima uitgespeeld. Op naar de finale. Ja, na de aftrap is het ook meteen afgefloten. De scheids vindt het belletjes. Wij winnen 3-1 van PSV. Goed gespeeld door dit jonge team. En op naar de finale dus, zoals ik al zei. Mooi man. Kunnen talentjes een prijs gaan pakken. Zin in.
Nou, we krijgen 100.000 eurotjes voor het winnen van die wedstrijd tegen PSV in de beker en het halen van de volgende ronde. Dan zien we hier dat Vos zich zorgen maakt over zijn speeltijd nu Rosario weer fit is. We zeggen, ik weet wat je kunt. En Rosario, hij is al een belangrijke speler voor ons. Dat zeggen we gewoon. Opeens hebben we een leenaanbod met koopoptie voor Rijkhoff. Maar dan gaan we afwijzen. En dan is het nou wedstrijddag tegen Vitesse die we gaan simuleren. Moeten we wel wat dingetjes doen aan de opstelling. Ziyech gaat nou even een keertje rusten. Traoré mag gaan spelen. Ik ga Weghorst even starten in plaats van Brobbey. En Hato eraf voor Kaplan. Vos ga ik nog even starten in plaats van Rosario. En ga ik Rosario starten tegen Leverkusen. Die gaan we weer zelf spelen als de volgende. En hiermee gaan we simuleren. Snel simuleren levert ons een 0-4 overwinning op Somerville. Traoré, Somerville. En nogmaals Traoré. Lekker. Twee spelers die even hebben gescoord. Geen blessures. Prima overwinning. En dan nu dus de eerste Europa League wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Dit wordt pittig. Het is uit. Gaan we beginnen? Nou, als we uit een goed resultaat kunnen boeken, hebben we echt een goede uitgangspositie voor die returnwedstrijd in de arena. Dus we gaan zeker wel ons best doen. En dan gaan we eens kijken met wat van team we kunnen aantreden. Ik ga Olij op goal zetten. Dat sowieso die Europese wedstrijden zijn voor hem. Echt Traoré en Ziyech, die hebben geen beste conditie beide ofzo. Ik weet niet. Het duurt altijd even voordat ze weer helemaal op 100% fit zijn of zo. We gaan Traoré maar even starten. Brobbey blijft natuurlijk staan. Somerville gaan we even banken voor gods. En op het bankje moet ik misschien ook nog even dingen aanpassen. Range mee in plaats van Veldman. Unuvar mee in plaats van Fitz Jim. En dat is het eigenlijk ook wel. Hiermee gaan we spelen tegen Leverkusen. Het gaat zwaar worden. Het gaat pittig worden. Maar hopelijk gaan we iets neerzetten. Laten we naar de aftrap gaan. Gaan we dan uit in Duitsland. Leverkusen mag aftrappen. En we zijn begonnen. Traoré naar gods. Die moet door naar Brobbey. Brobbey langs één man. Haalt uit. Oeh, en het is gelijk een goal. Brian Brobbey heeft geen tijd nodig. Twijfelt niet. En ramt die bal het netje in. Eerste kans, eerste doelpunt. Prima start. Vliegende start. Kan ik niks van zeggen. Goed uitgespeeld. Brobbey tikt weer een doelpuntje mee. Krikt zijn marktwaarde omhoog. En staat 1-0. 0-1 moet ik zeggen. In Duitsland voor Ajax. Hato moet even meehelpen op de vleugel. Want Leverkusen is aan het jagen. Daar is Taylor met een verovering. Gods. Bouwt goed bal. Brobbey naar Meijer. Oké, dit is niet verkeerd. Meijer. Almada. Nee. Alright, daar gaan we. Brobbey. Op de vleugel weliswaar. Nu tikken we goed door en het is 0-2. Almada werd gevonden met een opening. En die twijfelde ook niet. Ramp hem in het netje. En zo, twee kansen, twee doelpunten. Dit is de perfecte start. Ik had niet beter kunnen beginnen. Ik had niet beter kunnen wensen. En zo staan we gewoon heel rauw op een goede voorsprong. Taylor naar Almada. En Almada tikt hem in het net. 0-2. Traoré naar Almada. Almada. Daar is Brobbey. Brobbey terug naar Almada met een schot. Redding van de doelman. Hier is Meijer naar Taylor. Rosario. Oh, die neemt wel heel veel tijd. Roberto op de vleugel. Geeft ervoor. Kom, Brobbey, prima koppertje. Kijk dat dan. Loopt in één keer in en kopt hem binnen. Lekker hoor. Kunnen we niks van zeggen. En ik denk dat het tijd wordt om in de volgende aflevering het niveau omhoog te krikken. Wat vinden jullie? Ik heb nog steeds de gameplay mod van Fiverr maar uitgezet. Want dat voelde gewoon niet lekker. Dan is het net alsof je eigen team heel stug is. En de AI gewoon losjes kan voetballen. Vind ik een beetje uit balans. Maar dit gaat eigenlijk misschien wel iets te makkelijk. Dus laat het weten. Moet het niveau omhoog? In de reacties. Let me know. Maar lekker goaltje hier van Brobbey. Nou, we gaan rusten met 0-3. Leverkusen. Geen kans gehad volgens mij. Dat is wel erg. Dan moet het niveau eigenlijk echt omhoog. Ik ga het gewoon doen in de volgende. Maar saaie dag. Dus eigenlijk Griezmann hebben we niet gezien. Nee, 0 schoten, 0 doelpunten. Wel interessant dat hij bij Leverkusen speelt. Nou, ze hebben in de eerste helft geen kans gehad. Maar nu komt Leverkusen naar voren. Oh, schot geblokt.
Wow, combinatiespel van Leverkusen en schot, redding van Olij. En dan hebben ze een hoekschop. Wat heeft de AI toch met hoekschoppen kort nemen, want het gebeurt weer hier. Nou, dat is easy veroverd en dan kan Taylor, die komt langs zijn man, kijk. Kunnen we counteren? Kunnen we counteren? Dat is de vraag. Taylor langs twee... Man, wezens, niveau moet echt omhoog. Dit is wereldklasse. Ik weet dat het veel lager lijkt, maar wereldklasse stelt geen fluit voor in deze game, blijkbaar weer. Dat is een slechte aanname van Roberto. Immobile ook bij Leverkusen. Oké. Oh, en daar is weer een kans. Hou dit binnen. Lekker, man. Laatste kwartier van de wedstrijd. Leverkusen. Toch wel wat meer op zoek naar kansen deze tweede helft. En ik heb bijna niks gedaan deze tweede helft. Kunnen we dat ook zien, omdat ik echt domme balletjes inlever. Drie wissels aan mijn kant. Ziyech erop voor Traoré. Vos erop voor Rosario. En Rens erop voor Roberto. Nou, weer Leverkusen. Oh, lat. We hebben geluk. We spelen belabberde tweede helft. En Olij houdt ons op de been. Hier is het dan de lat wat het doelpunt voorkomt. Wel Leverkusen nog steeds aan het creëren. Nieuw schot. Weer Olij. Prima, prima redding. Nou, laatste kans waarschijnlijk voor Leverkusen uit deze hoekschop. Kunnen we dit wegkoppen? Ja. En dan kan de scheids gaan fluiten en die doet dat ook. En zo winnen we 0-3 in deze eerste wedstrijd tegen Bayer Leverkusen. Prima start van de knock-out fase in de Europa League. Moeten we vasthouden. En hopelijk kunnen we dan ver komen in dit toernooi. Nou, dan zien we op het schema Volendam als volgende wedstrijd. En die staan echt ver onderaan. We hebben maar 7 punten tot nu toe in het seizoen. Die gaan we simuleren, maar dat simuleren gaan we in de volgende aflevering doen. We zijn alweer bij het einde. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat het geval is, klik op dat duimpje omhoog. Ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer gerust. En als je dat hebt gedaan, kan je op het belletje klikken. Dan zet je notificaties aan. En hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Nou, ik bedank jullie voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.